en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe Goodiebox unboxing. Voor de mensen die Goodiebox niet kennen, Goodiebox is een maandelijks beauty abonnement waarbij je voor slechts 20 euro in de maand elke maand zo'n box krijgt met minimaal 5 beauty producten ter waarde van minimaal 65 euro. Dus het is gewoon elke maand zo'n box met een soort van verrassing erin. Het zijn ook af en toe meer producten dan 5 en dat is ook altijd top. En het kan echt van alles zijn. Het kan make-up zijn, het kan skincare zijn, accessoires, maar het heeft wel altijd te maken met beauty. De box van vandaag is helemaal gevuld met skincare, dat heb ik al gezien. Dus ik heb ook nog helemaal geen make-up op, want ik ga ook gewoon gelijk gebruiken wat ik kan gebruiken en wat ik niet kan gebruiken, ga ik gewoon wel alvast laten zien. Dus ik ben weer heel enthousiast over de box. Als jij ook wilt abonneren op Goodiebox, er staat beneden in de beschrijving een linkje. Nogmaals, het is slechts 20 euro in de maand en het is maandelijks opzegbaar als je nou toch niks meer vindt. Als je al bent geabonneerd en de box al hebt, dan kun jij vandaag samen met mij unboxen. Ik doe dit elke maand, dus elke maand kunnen wij gezellig samen unboxen. Nou, vind je het nieuwe leuk en ben je benieuwd naar de box? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren, zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik heb vandaag niet eens mijn wenkbrauwen gedaan, jongens. Ik ben vandaag echt helemaal clean. Dit is dus de box van de maand januari. Hij is zo pastel paasachtig, vloekt echt totaal met mijn achtergrond, maar whatever. Als je de box openmaakt, is dit wat je krijgt. En je krijgt zo'n handig boekje erbij. En hierin krijg je een uitleg van alle producten. Hoe duur ze zijn en wat ze zijn, et cetera. Wij hebben deze maand 5 producten. Er zijn er 3 full size en 2 zijn een kleiner formaat. Ik ga beginnen met een face brush. Van Karma Mayu heb ik de Renew Face Brush. De winkelwaarde is 41 euro. Oké, ik ben heel benieuwd. Dit is dus een gezichtsborstel. In het begin, ik dacht dat dit iets is om je make-up ermee af te halen. Dus als je je reinigingsproducten aanbrengt, dat je dan hiermee je make-up eraf kunt halen, maar dat is het niet. Je moet hem gebruiken op een droge huid. Kijk even hoe apart het is. Ik heb zoiets nog nooit gezien. Ik wist niet eens dat zoiets bestaat. Er staat dat je hiermee je gezicht kunt borstelen en dat het de bloedcirculatie en het bindweefsel van je huid stimuleert en die je gezicht, hals en décolleté opfrist. Zie het als een natuurlijke facelift. Oké, je moet het in de ochtend aanbrengen. Het is nog ochtend, het is 7 minuten over 10 op een droge huid voordat je in de douche gaat en voor je reinigingsroutine. Ik heb al gedoucht, maar whatever. 6 lichte energieke bewegingen per gebied. Gebruik hem 3 tot 4 keer per week gedurende 2 tot 3 minuten afhankelijk van de gevoeligheid van je huid. Mijn huid is altijd best wel gevoelig, dus ik doe het misschien een minuut of 2 of zo. En dan moet je hem 1 keer in de week schoonmaken met warm water en zacht zeep. Ik ga dit gewoon proberen. Jongens. Even mijn haar aan de kant doen. Mijn huid is gewoon nou schoon. Oké, dit is nou een soort van facelift. Ik weet niet wat het is. Het is wel heel zacht. Het is geen scrub of zo. Het is gewoon heel zacht voor je huid. Dit is zo apart. Ik weet niet eens of ik het wel goed doe, maar volgens mij wel. Dit is gewoon wat hier staat. Een beetje hier. Oké, ik weet niet echt wat ik nou aan het doen ben. Ik zie ook wel dat mijn huid een beetje rood wordt hier en hier bij mijn neus. Dat is echt altijd, mijn huid is echt super gevoelig. Ik weet niet of ik mij dit elke dag zie doen. Ik heb echt al zo'n lange gezichtsroutine. Ik weet niet of ik zin heb om nog dit erbij te doen. Want ik heb ook zo'n elektrische roller waarmee ik ook op mijn gezicht rol. En die doet het ook al. Ik denk als ik die niet had gehad, dat ik deze wel zou gebruiken. Maar goed, het voelt gewoon aan als een hele zachte scrub of zo. Ik vind het wel een heel apart product. En nogmaals, als ik die roller niet had gehad, zou ik hem denk ik wel gewoon gebruiken. Dan hier iets wat ik nu niet kan gebruiken. En dat is de body cleanser van Terre de Mar. Heb ik de 008 Redition Body Cleanser. Winkelwaarde is 19 euro. Ik zeg altijd cleanser, maar het is cleanser. Jullie zeggen echt onder elke video, Sarah, het is geen cleanser. Je spreekt het uit als cleanser. En toch blijf ik zeggen cleanser. Dit is dus voor in de douche om je lichaam mee te wassen. Ik heb al vandaag gedoucht. Hij is wel groot. We krijgen 150 milliliter. We hebben ook echt de full size. Deze ga ik zeker 2 te gebruiken. Ik ben altijd heel blij met dit soort producten. Want ik heb niet echt specifieke producten voor mijn lichaam. Voor mijn haar wel. Ik gebruik altijd voor mijn haar alleen maar mijn producten. Maar voor mijn lichaam, om mijn lichaam schoon te maken, maakt het mij altijd niet echt uit wat ik gebruik. Dus ik gebruik gewoon altijd alles wat ik krijg. Ik ben wel benieuwd hoe die ruikt. Oeh, hij ruikt naar citroen of zo. Ik ben altijd heel slecht in geuren beschrijven.
Hij ruikt een beetje citroenachtig. Zo'n soort geur is het. I like it. Deze ga ik zeker gebruiken als het product die ik nu gebruik op is. Want ik gebruik altijd pas iets anders als het andere op is. Ik kan echt niet allemaal door elkaar mixen en zo. Dat vind ik ook vaak zonde. Ja, hier ben ik wel benieuwd naar. Laten we even kijken wat erbij staat. Dit is een biologische schuimende en zachte reinigingsgel doordrenkt met koffie en rozemarijn extract. Waar een tint van aloe vera aan toe is gevoegd om je huid te voeden en te egaliseren. Oké, toppie. Hier ben ik blij mee. Dan ga ik verder met een gezichtsmasker. Van Yabe, als ik het goed uitspreek, heb ik de Feature Skin Feature Mind Face Mask. Winkelwaarde is 20 euro. Ik weet echt niet of ik de naam van dit merk goed uitspreek, maar volgens mij is het gewoon Yabe of zo. I don't know. Dit is dus een gezichtsmasker en we hebben de full size. Hij lijkt klein, maar dit is dus gewoon de full size. 25 milliliter. Oké, ik zie hier staan dat Yabe ook een podcast heeft op yabebeauty.com en dan als je de code Y301 intoetst, dan hebben ze ook nog eens gewoon een leuke podcast. Dus deze moet je een kwartiertje op je gezicht laten intrekken en je kunt dan in die tijd naar de podcast luisteren. Er staat dat dit een voedend en verzachtend gezichtsmasker is met zonnebloemzaadolie. Ik hou altijd van gezichtsmaskers. Ik ben echt een gezichtsmasker fanaat. Ik heb er echt superveel en ik breng er ook echt eentje aan, like om de dag. Hangt er vanaf wat voor effect ik wil. Dus deze ga ik gewoon gelijk even aanbrengen. Oh shit, ik heb mijn gezichtsmasker kwast hier niet. Ik heb hier een kwast van de Body Shop. Die ga ik gewoon even gebruiken. Hij ruikt echt heerlijk. Dit masker heeft echt een heerlijke geur. Oké, jongens, ik zie dat mijn gezicht een beetje roze wordt, maar dat komt door wat er al op deze kwast zat. Ik dacht dat ik hem goed had schoongemaakt, maar kennelijk niet. Hier zat een beetje rode bodypaint op. Maar de kleur van de masker is echt niet rood. Het is gewoon zo wittig. Oké, ik had beter een andere kwast kunnen gebruiken, maar oké. Oké, ik ga dit masker een kwartiertje oplaten. Het is nu 10:15, echt precies. Dus ik ga hem oplaten tot 10:30. En dan kom ik zo bij jullie terug. 15 minutes later. Nou jongens, ik heb het hele masker eraf gehaald. Mijn huid voelt op zich best wel goed aan. En ik heb ook het gevoel dat er een beetje een glans op mijn gezicht is of zo. I don't know, het is iets minder dof of zo. Dat gevoel heb ik. Ik ben even mijn olie aan het opdoen. Deze is van Clarins. Dus ja, ik vind het op zich echt wel gewoon een fijn maskertje. Dan ga ik verder met een gezichtsserum. Van Dr. Botanicals heb ik de Cacao Noir Time Reverse Facial Serum. Winkelwaarde is 108 euro voor 30 milliliter. Oké, de winkelwaarde is dus 108 euro voor 30 milliliter. Wij krijgen 15 milliliter. Dus de helft is wel een duur serum. Oh my god. Nou, ik zie hier dat die gewoon 34 euro is voor 30 milliliter. Dus ik heb geen idee waar hun die 108 euro vandaan halen. Maar oké. Dit is vegan en cruelty free. Volgens mij is de verpakking ook recyclebaar. Dat is wel top. En dit is dan hoe die eruit ziet. Gewoon zo een klein flesje. Er staat in het boekje, hiermee ga je terug in de tijd. Dit is een anti-aging serum die je tint een jeugdige uitstraling geeft. Oké, nou dat is wat we allemaal willen. Iedereen wil terug in de tijd. Tenminste, als je 25 bent en ouder. Breng 2 tot 3 druppels aan op je gezicht voordat je ingaat met je moisturizer. Nou, dit ga ik gewoon even doen. Ik gebruik altijd superveel, maar je moet dus maar 2 tot 3 druppels. Dus ik doe 3 druppels. Ik ga altijd gewoon zo helemaal hem. Ik vind 2 tot 3 druppels wel een beetje weinig hoor. Ik heb het gevoel dat ik helemaal niet veel heb aangebracht. Dus ik breng gewoon wat meer aan. Oeh, het witte ruikt ook wel lekker. Ik weet niet waarom alles vandaag zo lekker ruikt. Het is wel een heel plakkerig serum of zo. Hij smeert ook niet echt lekker uit of zo. Dat is wel apart. Normaal is het meer waterig of zo. En dat is nou echt helemaal niet. Oké, en dan als allerlaatste product een gezichtscreme. Van Verso heb ik de Nourishing Cream. Winkelwaarde is 90 euro voor 50 milliliter. Wij krijgen 15 milliliter. Dus een heel stuk kleiner. Even weer kijken wat hierbij staat. Luxe voor je huid. Het is een intensieve voedende crème voor extra ondersteuning en langdurige hydratatie. Het bestaat uit een hoge concentratie van niacinamide of zoiets. Een ingrediënt dat wonderen voor je huid doet en hele mooie eigenschappen heeft. Het versterkt je huidoppervlakte, behandelt de droge huid. Dat is fijn, want ik heb een droge huid. Vult fijne lijntjes en rimpels op en vermindert hyperpigmentatie en roodheid. Samen met lipiden en oliën geeft de crème je een intense long-lasting vochtboost die je huid zacht en glad maakt. Nou, ik heb een normaal te droge huid, dus dat vind ik allemaal fijn. Ik ga hem eventjes aanbrengen, want mijn huid heeft echt eventjes een crème nodig nadat een masker en die serum. Oh wacht, ik moet hem wel openmaken.
Deze crème ruikt iets minder lekker. Dat is wel weer minder, maar hij smeert wel gewoon goed uit. Een beetje stroef, maar ik denk echt dat het komt door dat product die eronder zit. Maar ik vind wel dat hij mijn huid lekker hydrateert. Ik vind het een heel fijn gevoel. Oké, jongens, dat was het dan. Dat waren alle 5 de producten uit de Goodie Box. Zoals altijd ga ik ook weer eventjes de prijzen bij elkaar optellen. Kijken hoeveel het is als je het allemaal individueel koopt en hoeveel winst we hebben gemaakt. Of we hebben geen winst gemaakt. Iemand van jullie die een boekhouder is, een vrouw, die zei onder mijn video, ik noem het heel veel winst, maar het is geen winst. Je bespaart geld. Het is geen winst. En ik zeg altijd winst, dus whatever. Maar goed, ik ga me heel eventjes snel helemaal opmaken en dan kom ik zo bij jullie terug. Zo, ik zie er nou echt een stuk beter uit dan net. De nep wimpers die ik op heb zijn Fablash van mijn eigen wimpelcollectie in samenwerking met Boozy Shop. Wat heb ik op mijn lippen? Een Morphe Sweet Tea Lip Pencil en een MAC lipstick in de kleur Taupe. Is echt een hele mooie bruine kleur. Hij is al wel bijna op, zoals je kunt zien. Oké, ik ga verder met de box. Ik ga even kijken hoe duur alles zou zijn in totaal als je alles individueel zou kopen. Als iets niet full size is, dan haal ik ook iets af van de prijs, want anders vind ik het niet eerlijk. En ik rond alles af. Ik ga niet helemaal alles berekenen op de cent, want ik ben niet echt de beste persoon in rekenen. Ik ben altijd slecht geweest in rekenen en wiskunde en zo. Dus ik doe altijd maar gewoon mijn best. Ik pak even mijn rekenmachine erbij op mijn telefoon. Ik ga beginnen met de gezichtscreme. Die is €90 voor 50 milliliter. Wij krijgen 15 milliliter. 15 milliliter past ongeveer 3 keer in 50. Dus ik haal 2/3 van de prijs af. Dan wordt het €29,70. Maar ik rond het af naar €30. De brush is full size. Die is €41. Vind ik wel heel duur voor zo'n kwast. Het gezichtsmaskertje is ook full size. €20. Het gezichtserum is €108 voor 30 milliliter. Wij krijgen 15 milliliter. Dus de helft, dat wordt €54. En dan nog de body cleanser, die is full size €19. In totaal komen we dan uit op een bedrag van maar liefst €144. Dus als je al deze producten individueel zou kopen in de winkel, moet je dus €144 betalen. Jullie hebben slechts €20 betaald, dus dat haal ik eraf. Dus je bespaart maar liefst €124. Dat is echt veel, dat is echt top. Nou jongens, dat was het dan weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie zoals altijd weer hebben genoten van de video. Als jij de box ook hebt en de producten al hebt gebruikt, laat ons eventjes beneden weten in de reacties wat je van alles vindt. Ik vond de producten vandaag in ieder geval allemaal wel fijn. Al moet ik ze wel vaker gebruiken om het echt 100% zeker te weten. Maar voor nu, voor zo'n eerste indruk, ben ik best wel gewoon tevreden met al deze producten. Dus ik ben weer happy ermee. Als jij dus ook wilt abonneren op deze box, beneden in de beschrijving staat een linkje. En je kunt dan voor €20 in de maand je aanmelden voor deze box. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei! Ik sloeg mijn hand tegen mijn bureau.